Heb jij wel eens een tent opgezet? Hey, dit is volgens mij echt wel een goede aankoop. Nee! Waarom ben je aan het tranen? Het is inmiddels 12 uur en het is lekker tijd om te gaan slapen. Het is 3:30. Ik trek het echt niet. Ik slaap nog steeds niet. Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan wij 12 uur lang overleven op het balkon in een tentje. Toch nog een beetje op vakantie. Ik zei de hele tijd in mijn vlogs, jongens, ik wil binnenkort gewoon ergens toe, ik wil weg. Maar weet je wat wij dachten? We gaan gewoon naar de Decathlon, we kopen een tent. Die gaan we hier neerzetten en er vervolgens in slapen. Nou, let's go naar de Decathlon. Oké, maar we hebben dus een 2-persoons luchtbed. Die hebben we ooit gekocht bij de Action. Maar ja. Hoe groot is het ding? Dat zijn we dus nu al vergeten nu. Nou, het gaat nu al fantastisch. Ja, maar hij is niet echt, het is niet een 2-persoon zoals een 2-persoons bed, maar het is wel een... Ja, het is wel een groot ding. Ja. Maar denk je dat hij 2 meter breed is? Nee. We hadden dit ook, verdomme, we hadden dit ook gewoon van tevoren moeten checken gewoon. Dus we zijn er. Decathlon. Kijk, daar, in die winkel gaan wij een tent kopen. Hoe vaak zijn we hier nou al geweest, dat we hier gewoon heen gaan en niks kopen? Fucking vaak. Ja, maar echt. We hebben een missie, we kopen een tent van 2 meter breed. Ja, ja. Dat is wel het doel. En dat is het eigenlijk. Ja, we hebben niks. Misschien een lampje of zo. Lamp voor, en een muggenspray en zo. Oh. en een bakplaat. Ja, is goed. Waar zijn de tenten, jongens? Wim, wil je nog een kogelvrij vest? Je weet het maar nooit. Nee, ja, Amstelveen, je weet het niet. Ja, je weet het niet. Bergsport, kamperen en klimmen. Daar moeten we zijn. Oeh, ik vind dit lastig. Kijk, nu is de vraag, wat voor tent moet je hebben? Nou, op zich boeit het niet heel veel, als het maar breed genoeg is. Hier. Ja, die is misschien wel goed. 1,90 bij 2. Zit me helemaal? Ja, is goed. Zo, is die zwaar? Oeh. Maar, heb jij wel eens een tent opgezet? Heb je er niks voor nodig verder? Nee, toch? Haringen. Ja, in het beton. Ja, dit is goed. 2 bij 2, ongeveer. Wat zit er hier? Kun je nog iemand uitnodigen? Leuk! Wat zit er hier? Maar wie? Wim. Zullen we dit meenemen? Waar koop je vanavond? Kijk, nachtlampjes. Dit is serieus handig. Zo, die zijn duur. Ja, dit zijn van die goede jongen. €40, bizar. Oh, hier, €5. Nachtlampjes. Ja, ik neem er 2 mee. Dat is goed hoor. €100. Kamperen is duur. Ja, zeker duur. En volgens mij doen we het nu ook nog eens goedkoop ook. Maar niet zo'n lelijk gezicht hebben, maar herkent hij niet. Dan doet hij het gewoon hoor. Dan doet hij dat zo. Oh ja, dat is normaal. Deze echt. Hey, dit is volgens mij echt wel een goede aankoop. Ja, dit is wel leuk. En hier gaan we echt nog een keer wat aan hebben. Wat voor cijfer geef je deze tent qua, zeg maar, van 0 tot 10? Tent out of 10. Een tent out of tent. Zo slecht, maar zo leuk. Kijk jongens, wat een mooie lucht. Het wordt bijna donker, dus het wordt tijd om de tent te gaan opzetten. Oké, Wim, let's go! Stap 1. Haal de tent uit de zak. Oké, dus die hebben we nodig. We hebben tentstokken nodig. Hoe zit jij nou vast? Ik vind het nu al een wiebelige tent. Ja, dat is dat één ding. Oké, jongens, dit gaat nu al fantastisch. Maar ik ga even mijn camera opladen, want we hebben hem straks nodig. De GoPro blijft lekker rollen, dus je ziet hoe wij de tent aan het opzetten zijn. Ja, alleen deze moet er dus alweer uit. Waarom? Weer al verkeerd gedaan? Ja, die rode moet volgens mij later pas. Oh, fuck. Ondertussen, jongens, staat de tent. Hey, jongens. Het eerste deel, hè. Oké, wat moet er allemaal nog gebeuren? Dit is de, zeg maar, dat was de ondertent en boventent. Ja, oké. Ik moet zeggen, Wim, we doen nog best wel goed. Zeker weten, hè. En hij is nog echt wel groot. Waar ik een beetje met dit. Ah! Oh. Au, fuck. Oh, knie. Het is nu al inderdaad best wel fris. Maar goed, deze houdt ook wel heel veel wind tegen. En we hebben straks een dekbed en zo, dus moet goed komen. We gaan door! Dit gaat fout. Er zit gewoon geen ingang. Jongens, het begint wat te worden. Dit gaat goed. Ik ben bang dat we misschien straks wegwaaien. Jongens, iedereen die daar beneden staat, bijvoorbeeld nog, die nog boodschappen aan het doen is, die kijkt net naar boven en die ziet echt zo'n tentje staan met zo'n lamp. Die mensen die moeten wel denken, hier wordt een hele slechte pornofilm opgenomen. Je ligt al, hè? Is het chill? Ja, ik vind het best goed.
Volgens mij ligt het ook gewoon best prima, toch? Zullen we nog even een laptopje, dan kunnen we nog Netflix kijken. Ja, ja, is goed. Oké, wel, ik ga mijn laptop pakken, maar we moeten snel zijn. Het is momenteel 6 graden en wordt minimaal 4 graden. En het gaat om... Het gaat om 12 uur regenen, om 1 uur regenen, om 2 uur regenen, om 3 uur regenen. Dat wordt wel, dit slaapt wel lekker. Ja, maar als het goed is, dit is toch gewoon, ja, dit is toch wel waterdicht. Ja. Toch? Ten. Oké, jongens, straks is het 9 uur en dan gaat de deur dicht en dan mogen we 12 uur lang niet meer eruit. Maar ik moet zeggen, dit wordt echt wel een challenge, want het is nu al best wel koud. Ja, Wim. Kom maar. Het is 9 uur, jongen. Kom maar. Het licht gaat ook uit. Die gaat naar binnen. De deur gaat dicht. Wim, hij is dicht. Wim. Oh nee. Daar is Wim. Nee. Wim. Nee, we kunnen nu echt niet meer terug, hè? Ja, die, maar dan nog de binnen. Hij is dicht. Ja. Volgens mij is het nog best wel warm, pik. Ja, ik heb het tot nu toe ook best warm. Ik denk dat we hier nog best wel lekker liggen. Zo. Ja, heel benieuwd. Hij is nog best wel ruim. Nou, trusten. We hebben een leuke lamp opgehangen. Maar wat zeg jij nou net? Nou ja, ik vond het al best koud. En ik denk, ik ga toch even voor de grap kijken hoe koud het dan echt is. En het staat hier 6 graden en dan voelt aan als 2 graden. 6 graden dus, voelt aan als 2. En natuurlijk is het nu al hier wat warmer, maar... Ik ben heel benieuwd hoe het dan vannacht gaat zijn. Oh, verdorie. Ik ga dit ook gewoon een keer met de chick doen, heel gezellig. Kom, we gaan kamperen. Nee, maar ik wil naar Parijs. Nee, schat. Nee, schat. Nee. Wij gaan in een tentje. Op het balkon. Ben je wel eens naar de Veluwe geweest? Jongen, we lagen echt al bijna te slapen. Echt al bijna lagen we hier te slapen. We horen opeens echt fucking hard. Vincent! Man. Kom, doe je dat prachtig na. We zijn aan het slapen, joh. Hey. Dus hier op de tafel waren. Ik leer best prima hier. Ja. Zal ik een filmpje aan het kijken? We hebben deksel. Iemand die gewoon vertelt over auto's, John rijdt. Omdat we toch zo lang moeten zijn, denk ik, nou, gaan we toch een beetje leuke gesprekken doen. Het staat nu bijna 10:30. Oké. Zou jij liever de slimste persoon in de groep willen zijn of de knapste? Knapste. Ja? Ja. Hoezo? Nou, dat is toch leuk. Dat is toch, kijk, ja, maar ben je dan ook gelijk standaard de domste? Nou, in ieder geval niet de slimste. Ja, maar ik hoef ook niet de slimste te zijn. Als ik maar verstandig ben. Jij dan? Ik denk ook de knapste. Oké, zou je liever al je geld kwijtraken of al je gemaakte muzieknummers? Wat? Al mijn geld kwijtraken of al mijn gemaakte... Al het geld wat je nu hebt. Ja. Is hem op je rekening. Of de gemaakte nummers die op je laptop hebt staan kwijtraken. Ik denk gemaakte nummers, want die kan je opnieuw maken. Want als ik mijn geld kwijtraken, kan ik mijn huur niet betalen. Hey. Zou je liever morgen de liefde van je leven willen vinden? Of 3 miljoen euro willen krijgen. 3 miljoen euro willen krijgen. Ja, dat is ook een beetje dom. Toch, dat is, waarom zou ik morgen? Waarom zou ik niet? Het maar misschien vind je het nooit. Dat is natuurlijk wel verwezen. Ja, oké, ja, dat weet ik niet. Hoor jij niet die mega harde snelweg? Zo kan je toch nooit. Het is net als iemand gewoon heel hard muziek op heeft. Valt wel mee. Valt wel mee. Ik vind het wel meevallen. Vind je dit lekker? Zo'n achtergrondgeluidje. Oh, ik zeg niet lekker, maar ik vind het ook niet heel heftig of zo. Ja, ik vind het niet prettig. Ik rol van het bed. Dit is Vincent in zijn natuurlijke habitat. Hey, ik zeg je eerlijk, het is best lekker. Ja? Ja, ik lig best wel nog prima, maar ik heb nu wel zomaar nog mijn broek aan en zo. Alleen, kijk, het is nu 10:30, maar het is best koud, toch? Ja. We kunnen ook die ramen dicht doen. Ja, dat kan, maar dan horen we die regen ook niet. Maar dan is het niet meer kamperen. Dan ben je eigenlijk in een ruimte buiten. Ja, dus jij zegt dat we hem even open moeten laten. Ja. Als het echt kut wordt, dan... Dus alleen, ik zou het wel leuk vinden voor het geluid. Wacht, stil is? Ja, dat hoor je wel, ja. Maar ja, zeg maar, ik zou er wel doorheen kunnen slapen, denk ik. Het enige ding heb ik... Totdat er brandweer komt of zo. Ja, dat zou niet lekker. Ik heb alleen koude voeten, man. Ik heb van die dikke sokken aan. Oh, ik heb dunne enkel sokken. Ja, dat is dom. Waarom ben je aan het tranen? Ik vind het gewoon niet meer leuk. Nee, ik heb dat altijd als ik moet gapen, dan begin ik echt te tranen. Kijk, ik snap dat je kamperen niet leuk vindt, maar... Om dan gelijk te gaan janken vind ik ook een beetje overdreven. Ja, is ook zo. Jongens... Het is inmiddels 12 uur en het is lekker tijd om te gaan slapen. Ja. Ik moest al wel gaan. Ja, we gaan het maar gewoon proberen. En we zien het wel. Als het echt te koud wordt, dan moeten we echt dat ding even dicht doen. Maar ik weet niet of het geluid, ik denk dat we daar het meest last van gaan hebben. Maar goed. Ja, nou, ik denk dat het bed binnen weer. Ja, we gaan het zien. Jongens, meisjes, wens ons succes. Wij gaan lekker slapen. En tot morgen. Joejoe.
Ik weet niet of je het kunt zien. Het is 3:30. Ik trek het echt niet. Ik slaap nog steeds niet. Het luchtbed ligt niet lekker. Ik weet niet hoe Vin het doet, maar ik kan niet slapen. Ik ga het wel nog een keer proberen, maar de kou en het geluid is echt niet best. Zo! Goedemorgen, jongens! Ja, ik heb nog uitgeslapen ook. Het is momenteel, even kijken. Het is momenteel bijna 10 uur, 10:10. En Willem... Maar hoe heb jij uit kunnen slapen? Weet ik niet. Ik word wakker. En Willem heeft gewoon online les al sinds 9:30. Hey, heb jij een beetje geslapen? Nee. Nee? Nee. Wat dan? Heb je mij ook niet gehoord vannacht? Nee. Oh. Ik was echt om, wat is het, 4:30 wakker. En toen twijfelde ik echt om naar binnen te gaan. Maar je had niet eens naar binnen gekund. Nee, maar dat, zeg maar, om Ruby te bellen om de deur open te maken. Wim! Hey. Kan je helpen? Oh, lekker! Kom eruit, Wim! We hebben het gehaald! Nou, dit was echt zo... Ik besef nu even dat we uit een tentje komen. Fuck, slaap Ruud nog? Ik ben helemaal niet. Oh, nee. Ik moet zeggen, jongens, ik ben gewoon eigenlijk heb ik gewoon de hele tijd best wel lekker geslapen. Misschien een paar keer wakker geworden, maar eigenlijk best prima. Nee. Maar hoe kan dat? Wel nog eens? Hey, weer. Kan je open doen, Ruud? Kan je helpen? Zijn jullie klaar mee? Ja, we zijn klaar. We mogen eruit. Heb je wel gewoon normaal kunnen slapen? Ja, maar we hebben zelfs een uur langer doorgegaan. Ja, hoezo? Maar ik heb koude voeten, man. Hoe kan je open doen? Het is een college, dus. Leuk. Heel leuk. Tot zo. Ja! 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 Let's go! Wim! We hebben het gehaald! Dames en heren, jongens en meisjes, vond je nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter en vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later!